Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Magic Arise. Ja, jullie zien het goed, we zijn hier weer in Plopsaland aan te palmen. We hebben net al een foto gehad met Wiki en Halvar en met Maya en Willy. En zo dadelijk komt er nog andere figuren. Ik weet alvast dat Missy en Woppy komen, dus dat is kei leuk. We staan hier bij Samson en Marie. En dat is niet zonder een reden, want er is mij iets opgevallen. Als ik het goed heb, zijn hier enkele vlaggen verdwenen van Sneeuwwitje. Er hangen er ook nog wel, maar er zijn er ook nog wel verdwenen. En volgens mij is het omdat er binnenkort weer een Samson en Marie zomershow aankomt. En daar moet natuurlijk ook reclame voor gemaakt worden. En er is natuurlijk ook de grote show, de grote revue met Gert en James. Waar dat ook Rut Beekmans in zit en Karen Dame en Michiel de Meijer zit er ook in en Jan de Tavernier. Dus ja, de twee slechte heksenkoninginnen en Prinses de Witje. Misschien nog wel meer. Ik vind het kei leuk, ik ben er benieuwd naar. Straks is het een grand finale en met de parade, de fietsjesparade. Die gaan we vandaag niet meemaken, omdat we nog andere plannen hebben later in deze vlog. Maar we weten alvast dat er een opvolger komt van de fietsenparade, namelijk een hele grote celebrations parade met 8 floats, echt in de ware magische stijl. Ik ben er heel benieuwd naar. We weten alvast dat er een float zal bij zijn van Wiki de Viking, van Maya. Het is omdat ik Wiki de Viking daar zie, van Maya en Willy. Dus dat wordt keilijk. En ik hoop natuurlijk ook op een Samson float. Het is namelijk iets voor 25 jaar Plopsaland. Het wordt ook een bepaald hondje, 35 jaar. Dus denk aan Samson. Zo, inmiddels hebben we ook Kabouterplop en Kwebbel ontmoet en Wizzy en Woppy. Het was echt kei leuk, de hartelijkheid van deze meets. Ja, daar wordt een mens zo blij van. En het is niet alleen bij jezelf, maar ook bij anderen. Net voorbij was nog een andere gast die een meet and greet kreeg met Plop en Kwebbel. En het was echt gewoon hartverwarmend om te zien. Zoveel liefde. Ik vond het kei mooi om dat te mogen zien, om te zien hoe het gelukte vanaf schoot. En ook, het was een gast met een beperking. Ze namen zoveel tijd. Daar kunnen heel veel parken nog iets van leren. Echt waar. Ja, prachtig. Het pruttelt daar enorm bij de Wiki Battle. Wat is dat, joh? Mijn papa heeft gezegd dat hij ook gemerkt heeft dat er een vuureffect is hier aan deze ton. Dus ik ben heel benieuwd of we die ook gaan zien. Oh, amai. Ik schrok. Vuur is het niet, maar ik schrok wel. Ja, maar ik denk dat er bepaalde dingen gebeuren. Als je iets raakt, denk ik. Dat is wel het ideale weer voor de Wiki Battle. Ik ben benieuwd of we vuur gaan zien, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Er is hier vandaag ook een bijeenkomst. Dus waarschijnlijk, die mensen kennen elkaar. Maar ja, ik vind het nogal vreemd om de mensen hier staan te filmen. Dat doen we niet graag, dus dat doen we dus niet. Er zinkt er in één keer wel een boot. Geweldig. Heel veel nieuwe effecten hier, zo te zien. Ja, iemand gaat voor ons Wiki the Battle uitproberen. Of er vuur komt. Nu ben ik wel heel benieuwd of dat vuur gaat komen. En of mijn papa droog... of mijn papa droog blijft in deze attractie. Ik hoop het wel voor hem. Hijze zeilen, gooi de trossen los. Ga mee met ons naar Vlaken. Voor een gevechtje op de Wiki Battle. Ja, nu ben ik toch eens benieuwd of dat vuur er komt. We houden het gewoon door. Hij snokt hem zo uit mijn andere.
Kom. Kusje. Ja. Ja, ik zag het vuur. Ik zag het vuur. Ik hoop echt dat ik dit gefilmd heb. Ja, normaal wel. Oh, en ik schrik weer. Ik ben dat vuur minder erg als dat. Man. Octaaf de bollen in Vlaken. Zijn dan heet het zijn dan de kant in het kijken. Zodra ik begin de haai weer rond te zwemmen. Denk ik. Ik vind dat trouwens hier altijd een heel leuke plek hier in Wikiland om met de muziek eigenlijk. De muziek vind ik hier altijd prachtig en het is heel fijn om alles te zien, ook nieuwe effecten en zo. Ja, daar wordt de mens wel gelukkig van. Daar komt mijn papa weer. Zien wat er gaat gebeuren. Dit is trouwens een heel goed plekje als je wilt kijken naar Wicked Battle en je wilt... Oh, de boot zinkt. Als je wilt kijken naar Wicked Battle en je wilt niet nat worden, is dit een heel goede plek. Want die stralen water komen net niet tot hier. En weer al de ontploffing van het water. Helaas alleen het vuur maar één keer. Weer een ontploffing in het water. Man. Tonnetjes beginnen water geven. Heel veel leuke effecten feitelijk. Regent in plaats van de regen. Normaal is hier nog eens de boot die gaat zinken. Eigenlijk is het een best lange rit die week in de battle. Had ik nooit verwacht. En Maxime gaat ook zijn best doen. Dat was kei grappig. Ja. En daar was de haai. Ik had graag het vuur nog eens gezien, maar ach ja. Het is maar zo. Wel cool die haai. Voilà, en zo varen mijn papa en de andere Vikings weer het Vikingdorp binnen en is het weer gedaan met het avontuur in Vlaken. Hier hebben we al een beetje info van Plopsa Village, het nieuwe villa. Bungalowpark van Plopsa met 55 villas voor 6 tot 12 personen. Dat gaat het najaar van 2024 open en wordt een kei nieuwe manier om hier te kunnen slapen in Plopsa. Je kan natuurlijk ook met je eigen vervoer, met je eigen mobilhome gaan staan. Of met, misschien zelfs met een tent. Maar als je dat allemaal niet hebt, dan kan je in een van deze huisjes gaan slapen. Ja, ik vind ze wel leuk. En dan is dit zo'n beetje de binnenkant. Heel modern, heel strak. Ik vind het een beetje jammer dat het niet in een Plopsa theme wordt. Al hebben ze wel gezegd dat er kleine verwijzingen komen. Maar het wordt niet echt groot Plopsa. Groot Studio Hout zoals in totaal. Het zijn meer kleine verwijzingen. Ja, dat is natuurlijk ook fijn voor groepen met bijvoorbeeld...
ja, volwassenen die niet echt de plopsa magie zoeken, maar meer komen voor bijvoorbeeld Ride to Happiness of zo. Zo, we hebben net nog geluk gehad. Ik ben gewoon Frank van Eeren tegengekomen. Ja, het is echt tof om zo'n acteur tegen te komen. Met ook, als ik het goed heb, wel een Studio 100 achtergrond. Ja, het was heel vriendelijk. En ja, de foto's hier. En nu gaan we even kijken of ze nieuwe speeltjes hebben hier in de Piraten Outlet. Voor mij de winkel alleen maar helaas een grote Samson die ik al heb. En een boekje van Samson dat ik ook al heb. Dus ja, nee, ik heb geen nieuwe speeltjes. Voor de liefhebbers van Wiki de Viking. Er ligt nu de nieuwe Wiki-film. Of ja, de nieuwe. De meest recente Wiki-film aan 2 euro. Dus wil je nog eens op avontuur met de Wiki? Wil je daar even binnen springen als je de DVD nog niet hebt? In de disco. Wow, wow. Gaan we dansen? Wow, wow. Ja, het is altijd fijn hier in de Samson-zone van Plopsaland-de-Pal. Het is hier geen een disco, maar het is hier wel plezant. En ik ben altijd blij om dat beeld van Samson, Gert en Marie terug te zien. Dat geeft altijd zoveel plezier. Disco. Wow. Tuurle disco. Wow. Tuurle disco. Wow. Ja, helaas hier geen meet and greets van Samson en Marie in kerstfiguur. Ja, dat heb je alleen als Samson en Marie naar het park komt natuurlijk, hè. Ik hoop eigenlijk dat er ooit een meet and greet komt met figuren van Plopsa, van Samson en Marie. Dat er dus echt een walking character komt van Marie en van Samson, zoals vroeger. Er zijn er van Gert geweest en van de burgemeester van, en van Alberto. Dus ik hoop dat het een beetje terugkomt. Wie er wel meet and greet doen, zijn Piet Piraat en Berend, die komen. En ook, even kijken, Heidi en Peta. Dus daar gaan we ook even naartoe kijken. En er zijn hier nog cameraploegen aanwezig. Ja, die hebben waarschijnlijk gehoord dat er van alles te doen is hier, hè. Hier bij de K3 rollercoaster, terug muziek van de drie biggetjes. Ik heb die gemist. Maar ik vind het heel fijn om Baltimore weer te horen. Waarom? Zeg me waarom. Ja, waarom wil je dat horen? Ja, omdat dat een goede musical is die ook binnenkort op DVD komt. Eindelijk. Je kan hem nu wel al krijgen tijdens de tour. Helaas is de Belgische tour volledig afgelopen. Je kan hem alleen nog maar in Nederland zien. Maar er zijn een paar heel leuke theaters bij. Dus als je hem nog niet gezien hebt, ik zou zeggen ga gewoon. En dan kan je Baltimore live aan het werk zien en direct de DVD meekopen. Maak je weer reclame voor van alles, hè. Zo, ons Heidi is al gelukt. Helaas was Peter er weer niet bij. Ja, waar Peter altijd toch zit, ik heb geen idee. Die is waarschijnlijk de geitenhoed, de geiten... Geit? Kom maar niet. Die is waarschijnlijk met de geiten bezig. Het is hier ook enorm druk op het kasteelplein. Maar wij gaan die kant uit, want daar is Piet Piraat. Zo, ook een foto met Piet Piraat en met Berend. Ja, het gaat hier goed vandaag. Misschien hebben we vandaag ook nog wel een foto met Mega Mindy en met Boomba, dat weet ik nog niet. Boomba doet zo dadelijk meet and greet, dus dat kan nog wel lukken. Mega Mindy, misschien, heel misschien. Ik weet het niet. Maar ik ben wel blij dat we zo alle figuren kunnen ontmoeten. Ja, Boomba en Boomaloo zijn daar nog een show aan het geven. Samen met Poppen de Aap. Of ze zich al ontmoeten, geen idee. Maar ik vind het wel zo dadelijk heel even te zien. Ja, ik heb een heel coole missie vandaag. Mijn missie is alle figuren op de foto.
En we zijn goed bezig. Net hebben we Klus, Kwebbel en Lui gezien. Maar ik wil graag Luiter ook bij. Dus nog heel even wachten. Nu gaan we richting Boomba. Dan ondertussen kunnen we ook nog Mega Mindy en Visie en Woppie ontmoeten. Visie en Woppie hebben we ontmoet vandaag. Dus technisch gezien moeten we alleen nog Mega Mindy ontmoeten. En Lui. En ik krijg hier aanwijzingen en zo. Ik snap ze niet, maar ik zal ze zo dadelijk wel snappen. En ja, Boom en Boomaloo moeten we nog hebben. Dus hey, het gaat goed, hè? Het gaat goed, hè? Goede missie. Oh, Boomba, Boom! Ja, goed, Boomba. Oh my god, wat een bizarre meet met Boomba, Boomaloo en Boombina. Ja, die breken het kot hier af, hè. Dat is echt duidelijk, hè. En nu gaan we heel snel richting... richting... Ik kom niet meer uit mijn woorden. Richting de... Richting het kasteelplein, want daar komt ze dadelijk Missy en Woppie. En Mega Mindy niet, want die kan veel later. Die heeft mega vertraging. We hebben ze deze morgen al op de foto gehad, maar hier zijn Wiki en Halvar op terug. Kei leuk, kei leuk. Hallo. Ik zie Klaus en acrobaten en vier kabouters langs de straten. Het is een plezier om hier gewoon een foto te kunnen krijgen met alle vier kabouters. Ja, ik hou ervan. Keileuke foto. Nu alleen nog Mega Mindy en heb ik gewoon mega veel characters ontmoet. Alle Plopsa characters op één dag. Ja, nu wil ik alleen nog heel graag een Samson. Ik wil Samson zijn. Samson is mijn dikke vriend. Nu, we gaan vandaag de piranha niet zien. En dat heeft één reden. En die reden heeft iets te maken met dit. Ja. En met drie meisjes. Dus misschien weten jullie het al. En anders weten jullie het straks wel. Of waarschijnlijk door de titel van deze vlog. Ja. Dan weten jullie het ook. Dan ben ik toch dom. Maar ja, het is niet anders. Ja, onze mega leuke missie gaat lukken. Nog heel even, en we zijn bij Mega Mindy. Dan gaan we heel snel bij haar op de foto. En dan is het tijd voor ons om richting Ieper te gaan. Een heel mooie stad, een heel mooie geschiedenis. En wij gaan er voor een heel leuke show zijn. Zo, de foto met Mega Mindy is gelukt. En daarbij is ook onze missie gelukt. Alle Plopsa figuren ontmoeten. Keileuk, keileuke missie. Ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig. En nu zien we elkaar terug in Ieper. Zo, en hier zijn we dus in Ieper. We zijn aan de Schouwburg van Ieper. En hier gaan we zo dadelijk kijken naar SDS Airlines. Dat is dus een nieuwe show van de Synergy Dansstudio. Jawel, Baba Yaga. En ook Marten van K3 gaat meedansen met de show. Dus kei speciaal eigenlijk. En kei leuk. Zo, dit is de zaal waar het allemaal gaat gebeuren zo dadelijk. De show duurt 2 uur en een half. Het is een heel spektakel. Ik ben echt heel benieuwd. Trouwens, even iets leuks. Toen ik straks Frank van Eeren ben tegenkomen, zei ik jullie dat ik iemand was tegenkomen, dus uit het Studio Holt verhaal. Wat blijkt, ik was helemaal vergeten dat hij zelfs Willy gespeeld had in de drie piggetjes. Ja, kei leuk dus. En zo dadelijk gaan we Knieren zien, dus dat is eigenlijk 2, 3 biggetjes acteurs.
uit een andere periode, wel, maar hey, leuk hè? Geen pannenkoek meer in de pan. Begon zo en we zijn zo geëindigd. Dus probeer echt wel dat enthousiasme te geven. Ik moet even toegeven, de eerste groep daar straks was wel beter dan jullie. We doen het nog eens. Ik kwam jou tegen. Jij was verlegen. Goed zo, de rest ken ik niet, dus ik kan het niet meer zingen. Ik ken de eerste.
Access denied. Access denied. De kapitein wenst u een fijne vlucht en dankt u voor het vertrouwen.
Handen in de lucht! Oké, I'm not the only one.
Zo, dat was SDS Airlines van Synergy Dance Studio. Ja, SDS staat natuurlijk voor Synergy Dance Studio. Een topshow waar iedereen een plekje heeft gekregen. Ja. Ik heb het al gezegd tegen een van de Synergy leden een paar maanden geleden. De Dance Studio is zo'n mooie groep waar dat iedereen een plekje krijgt. En dat zag je ook tijdens de show. Voilà, het was zo mooi. Als Baba Yaga fan ben ik ook in de watten gelegd doordat er enkele Baba Yagas aanwezig waren. En natuurlijk was het ook zo dat er enkele dansjes terugkwamen van Baba Yaga. We hebben natuurlijk ook Marten gezien die een solo liedje zong. Iets wat we niet vaak zien. Ja. En dan moeten we ook nog oversteken natuurlijk. Wat anders, ja, dan raak ik niet thuis. Nee, ik vond het een prachtige show. Wil jij de volledige show zien? Normaal gezien kan je de DVD bestellen via de website. Ik zet hier onder in de link ook de website. Superleuke show, het is de moeite. Volgend jaar komt er opnieuw een show. Wees erbij, het wordt een grotere zaal dan. Ik wil iedereen bedanken van Synergy Dance Studio. Ik heb trouwens ook nog een foto met de groep. Het is hier. Ja, ik wil iedereen bedanken. Het was fantastisch. En hopelijk vonden jullie dit ook een leuke video. Als dat zo is, steek dan zeker jullie duimpje in. Maar vergeet ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer. Daag.